Het is dinsdag 22 september. Welkom bij Rijnmond Nieuws. Onder de 138 vluchtelingen in Maassluis opvallend veel kinderen. Rotterdam gaat regenoverlast te lijf met een hypermoderne buienradar. En rapper Ronnie Flex terug op zijn oude school voor campagne tegen pesten. En hier alvast kort het weer. Ed, blijft het morgen droog? Sinclair, ik kan helaas nog geen droog weergarantie geven voor woensdag, want er gaan toch nog weer een aantal buien vallen, zo verspreid over de regio. In de loop van de middag dan wordt het wel vanuit het westen een heel stuk droger. Woensdagavond is het overal droog, met wat opklaringen ook. Temperaturen komen uit op een graad 16 en aan zee, ja, daar waait een vrij krachtige wind, een windkracht 5 uit west tot noordwestelijke richting. Straks aan het eind van dit uur, dan kom ik graag bij u terug en dan kijken we natuurlijk naar de mooie verwachting voor de komende dagen. Tot straks. In Maassluis hebben 138 vluchtelingen de nacht doorgebracht in een noodopvang in de Olympiahal. Onder hen opvallend veel kinderen, namelijk 47. De meeste vluchtelingen komen uit Irak, Iran, Eritrea en natuurlijk Syrië. Zo ook Ruban, die met zijn vrouw en vier kinderen de gebombardeerde stad Aleppo is ontvlucht. I have shops, I have supermarket in my country. I live so beautiful life, but when they start the war, and the point is there the child is not safe, I think I must move because they are not safe. I want to say big thank you and big kisses for everybody from Holland. Everybody. The smile what I find in Holland is so expensive. They make me relax, they make me to feel I am safe. In same way, safe country, and I place the God to place Holland, everybody in Holland, from the big and the last child, then the best for you. En in de loop van vandaag is er een bus met nog eens 50 vluchtelingen in Maassluis aangekomen. De noodopvang is waarschijnlijk voor 3 dagen. De eerste vluchtelingen werden gisteravond per bus van Groningen naar Maassluis gebracht. Al vroeg op de avond komen tientallen nieuwsgierige inwoners van Maassluis naar de Olympiahal. Nou, om de mensen een welkom te eten. Ja, dat vind ik wel belangrijk. En er is al behoorlijk wat ingezameld. Kinderspullen, herenspullen, winterjassen, allemaal. Uiteindelijk duurt het tot 9 uur voordat de eerste bus met vluchtelingen uit Groningen aankomt. Ze zijn al ingeschreven, ze hebben een soort registratie bezig. Ze krijgen nu een slaapplaats aangewezen. Ze kunnen zich wassen, wat kleren reinigen, er is eten en drinken. Ja, gewoon een beetje uitpuffen, denk ik. Hè. Wat heb je allemaal gezien? Kinderen, moeders, families. En wat hebben jullie gedaan? Hebben jullie nog iets geroepen? Ja. Wat? Welkom in Nederland. We hebben heel veel spullen verzameld. We gingen ook en klappen. Eten ook. Ik ben daar echt van onder de indruk. Dat is, als je ook ziet hoeveel mensen er binnen zijn die het allemaal aanbieden. Hoeveel mensen zeggen, nou, je hoort het nou hier, mensen die wat willen doen, wat willen geven. Nou, dat is mooi. Mijn sluis laat zich van zo'n mooiste kant zien. En ook andere gemeenten willen de vluchtelingen helpen. Vlaardingen bijvoorbeeld gaat meer woningen vrijmaken voor statushouders. In de Hoogstraat worden bijvoorbeeld winkels omgebouwd tot woningen. Het gaat om tussen de 50 en 80 extra statushouders. Mensen dus die een verblijfsvergunning hebben. Rotterdam heeft afgelopen nacht de award in ontvangst genomen. Die hoort bij een van de beste festivalsteden ter wereld. Nog 8 andere steden kregen die prijs, maar Rotterdam is de enige in Europa. De prijs die werd uitgereikt in het Amerikaanse Arizona werd in ontvangst genomen door Johan Moerman, de directeur van Rotterdam Festivals. Moerman liet in een toespraak weten dat de prijs de bekroning is op het werk van de festivalorganisatoren in de stad. Andere steden die in de prijzen vielen waren onder andere Philadelphia en Sydney. De enorme toename van asielzoekers heeft ook gevolgen voor de zogeheten internationale schakelklassen. Daar leren kinderen van migranten onze taal en de Nederlandse gewoontes voordat ze naar gewone scholen gaan. In Dordrecht wordt al binnen enkele weken een tekort aan docenten verwacht. Bij de schakelklassen van het stedelijk Dalton Lyceum aan de Eulenlaan in Dordrecht komen nu per dag gemiddeld 7 nieuwe aanmeldingen binnen.
Het oude schoolgebouw, dat begin deze maand speciaal hiervoor weer in gebruik is genomen, dreigt nu al vol te lopen. Concreet, we hebben nu 16 lokalen die we kunnen gebruiken. Ik verwacht op hele korte termijn dat we er nog meer nodig hebben. Ja, en dan is dat pand hier wel groot genoeg. Dan kunnen we uitgroeien tot, als we de andere helft erbij nemen, 32 lokalen. Maar daar zijn we afhankelijk van de wethouder onderwijs Dordrecht. En waar haal je je leraren vandaan? Ja, dat is een goede vraag. Die zullen we zelf moeten scholen, want ze zijn er gewoon niet. In Dordt niet, in Nederland niet. Want dit probleem is geen Dordts probleem, het is een landelijk probleem. De vraag naar taalonderwijs voor migrantenkinderen stijgt dus explosief. Als in november het asielzoekerscentrum in Schravendeel opent, zal het in deze regio nog verder stijgen. De Dordtse wethouder van de Burgt erkent dat probleem. Ik denk dat het probleem er ook is. Ik bedoel, de toename van het aantal in onderwijs vraagt om docenten die dat Nederlands als tweede taal dat onderwijs ook kunnen geven. Ja, dat probleem zeker. Wat kunt u als onderwijswethouder doen om het probleem mee te helpen oplossen? Kijken naar welke oplossingen liggen bijvoorbeeld bij hogescholen. We hebben in Holland hier in Dordrecht kunnen naar Fontes en Hogeschool Rotterdam kijken. Maar die inzet in feite doen om snel te handelen met betrekking tot de omscholen. En dan is het probleem op korte termijn oplosbaar? Nou, laat me zeggen, er is nogal wat te vinden in het onderwijs wat dat werk ook wel tot zich wil nemen. Dus de capaciteit moet er voldoende zijn. En straks een hoop gillende scholieren in Rotterdam-Prinsenland vanwege bezoek van Ronnie Flex. Weerman Ed Aldus kan binnenkort het weer in Rotterdam nog beter en gedetailleerder voorspellen. Vanmorgen werd op het voormalig Nationale Nederlandengebouw een regenradar geïnstalleerd, die buien beter kan zien aankomen. Maar de radar is er vooral om wateroverlast te voorkomen. Geen glazenwasser dit keer voor de ramen van de Delftse Poort, maar een high-tech regenradar. De gemeente Rotterdam heeft de buienradar aangekocht. Nou, iedereen kent wel de buienradar waar iedereen een appje van heeft. Die is voor Rotterdam niet nauwkeurig genoeg. Dus daarom investeren wij in een radar die veel nauwkeuriger is. En echt op straatniveau meet hoeveel regen er nou precies valt in Rotterdam. Mooi dat Ed Aldus en andere weermannen het lokale weer nu nog beter kunnen voorspellen. De gemeente heeft zo zijn eigen reden om het 350 kilo wegende gevaarte het dak op te sturen. Nou, het gaat steeds harder regenen, heftige buien. De klimaatverandering heeft ermee te maken. En moet dat water ergens laten. En in Rotterdam hebben we al waterpleinen en een ondergrondse waterberging in de museumparkgarage. Maar we moeten meer oplossingen verzinnen voor het water. En als we die gericht toe kunnen passen, dan kunnen we nog betere oplossingen verzinnen. Ook in de winter moet de buienradar zijn nut bewijzen. Ja, dat is ook iets nieuws ten opzichte van de huidige buienradars. Deze kan sneeuw en ijzel detecteren. En daardoor kunnen we gerichter strooien in de winter. Nou staan we hier boven op het gebouw. Deze buien had u zelf niet zien aankomen? Nee, ik ben er niet echt op gekleed. Ik had toch wat slimmer ook eens even op het appje moeten kijken. Alle gegevens van de radar zijn vrij te gebruiken door meteorologen. Zodat ook Johan voortaan weet wanneer hij een paraplu mee moet nemen. De gemeenteraad van Lansingerland stelt het besluit over de verbindingsweg A13 A16 uit. De fracties zijn bang dat de weg voor veel overlast gaat zorgen en willen een betere inpassing. Vorige week heeft de gemeenteraad van Rotterdam wethouder Langeberg al teruggestuurd naar de onderhandelingstafel. Ook wethouder Simon Fortuyn van Lansingerland moet terug naar minister Schulz. Zij heeft 15 miljoen euro uitgetrokken om maatregelen tegen overlast te nemen. Maar de Rotterdamse raad denkt dat dit niet voldoende is. Wie denkt dat de metro overal goed bereikbaar is, ook voor mensen met een rolstoel of kinderwagen, komt bij metrostation Vijfsluizen in Schiedam wel heel bedrogen uit. Hier zijn wel parkeerplekken gereserveerd voor mensen met een beperking, maar die moeten daarna wel met een steile trap omhoog om de metro te halen. Zo, even mijn rolstoel uit de auto pakken. Zo, En waarom wil u de metro pakken als u een auto heeft? Het parkeerprobleem in de grote stad in Rotterdam is wat moeilijker . De metro vind ik toch wel een keer fijn om te nemen en lekker bij het centraal station zo het centrum in te kunnen rollen. En nou, op zoek naar een lift? Ja, ik ben wel binnen, maar ik zie enkel een trap. Dus ik zie helemaal geen lift hier of iets. Het staat ook nergens aangegeven, geloof ik. En dan? Het is eigenlijk een bizarre situatie. Want het lijkt erop alsof de overheid heel goed voor je heeft nagedacht. Hier kun je parkeren als invalide of gehandicapte en dan kom je tegen een stenen trap aan. Belachelijk. Aan de andere kant kun je er wel in met de lift. Maar dan mag je als invalide met je auto niet komen. Het zou niet moeten mogen, want gehandicapten hebben juridisch gezien dezelfde rechten om
qua toegankelijkheid als andere mensen? Oudere mensen in een rollator. Ik zie die niet naar boven gaan. Of iemand in de kinderwagen. Dit is gewoon te gek voor woorden. En dan maken ze echt een schitterend mooi parkeerplaats. Dus dit is al 10 jaar eigenlijk een station waar mensen met een beperking slecht gebruik van kunnen maken. Ja, en dit is voor Schiedammers een belangrijk station, maar voor Vlaardingen helemaal. Het is eigenlijk het enige station wat Vlaardingen gebruiken als ze met de metro naar Rotterdam of Spijkenisse willen. Ja, check hem maar, want ik heb echt geen idee. Ik snap er niks van. Hoe ze dit kunnen maken, zeg. Ik moet echt me boos hierom. Tjoe. Ja, zowel de gemeente Vlaardingen als Schiedam gaat kijken naar een oplossing. Gisteren namen we al een voorschot op het bekervoetbal van deze week. En daar doen we vandaag nog een schepje bovenop. Want Barendrecht Excelsior is niet zomaar een bekerpotje, Ruud. Zeker niet. Wordt morgen gespeeld die wedstrijd. Een topklasse tegen een eredivisieclub. Nou, dat is op zich niet zo bijzonder. Gebeurt wel vaker. Waarbij natuurlijk verwacht mag worden dat de eredivisieclub Excelsior dat duel gaat winnen. Wat Barendrecht Excelsior bijzonder maakt, is Adrie Poldervaart. Adrie Poldervaart is sinds dit seizoen trainer van Barendrecht. En in het dagelijks leven is hij fysiotherapeut bij de selectie van Excelsior. Het is een apart gezicht. De twee trainers die elkaar morgenavond uit het bekertoernooi willen knikkeren, staan een dag voor het duel op hetzelfde trainingsveld. Poldervaart werkt met de geblesseerde doelman Alessandro Damen aan diens herstel. En daar is volgens Groenendijk niets geks aan. Ik respecteer dat hij natuurlijk trainer is van Barendrecht en hier rondloopt. Wij hebben geen geheimen voor elkaar, dat is ook duidelijk. Aan de andere kant moeten we gewoon ons werk doen. En dat doet Adrie ook. En ik merk dan wel aan hem dat hij dat niet heel prettig vond. Dat is best raar. Maar we gaan er gewoon professioneel mee om. En zo hoort het ook. En het is voor mij geen enkele aanleiding geweest om te zeggen, Adrie, je mag nou de komende 2 dagen niet Boudestein komen. Integendeel, hij is meer dan welkom. Gisteravond stond Poldervaart nog op het trainingsveld met die andere club, Barendrecht. Hoe ga jij straks nou in die dugout zitten? Gewoon als Adrie Poldervaart, zoals ik in elke wedstrijd zit. Gewoon, Barendrecht is mijn club. Daar ben ik trots op. En ik wil zo goed mogelijk en deftig voetballen. En wij willen proberen Excelsior uit de beker te knikkeren. En dat ga ik gewoon doen met alle inzet en mijn mogelijkheden die tot mijn beschikking zijn. Die ga ik daarvoor gebruiken. Klaar. En dan zien we in de afloop wel hoe het gegaan is. De wedstrijd Barendrecht-Excelsior is morgen via een livestream op onze website te volgen. Donderdag doen we op de radioverslag van Feyenoord PEC Zwolle. En alle andere regioclubs, dat zijn Sparta Capelle, Sportclub Feyenoord en FC Dordrecht, die komen vandaag in actie. Dankjewel Ruud van Os. In Rotterdam-Prinsenland was vandaag een oorverdovend gegil te horen. De leerlingen van het Roncalli kregen onaangekondigd bezoek van de populaire rapper Ronnie Flex. De Capellenaar bezocht zijn oude middelbare school om leerlingen bij te praten over een nieuwe campagne tegen pesten. Stuur een bekende Nederlander naar een middelbare school en je krijgt honderden hysterische pubers. Rapper Ronnie Flex is sinds dit jaar onwijs populair onder jongeren vanwege het inmiddels bekende liedje Drank en Drugs. Als je bitch wil chillen is het geen probleem, dan ga ik erheen. Ik kom niet alleen, want ik heb drank en drugs. Ik heb drank. De rapper kwam niet naar het Roncalli voor een bijzonder optreden en er waren ook geen drank en drugs. Nee, Ronnie Flex kwam de leerlingen een speciale boodschap over pesten brengen. Wij zijn allemaal jonge mooie mensen en op het moment dat wij iemand pesten, hebben we er geen erg in wat we bij diegene aan het doen zijn. Diegene die gepest wordt, die denkt er zeker aan en die zit daar zeker heel erg mee. En ook niet alleen tijdens de middelbare schooltijd, maar voor de rest van zijn leven. Een serieuze boodschap dus. Maar of de leerlingen ook echt goed geluisterd hebben? Heb je meegekregen dat het over pesten ging? Nee. Ik heb gezegd wat ik moest zeggen. Ik heb soms korte pauzes gehouden om het even te laten bezinken. En ik geloof dat er sowieso een paar wel mensen waren die naar me geluisterd hebben. En ik hoop ook vooral dat het de mensen waren die misschien ervaring hebben met pesten. Gelukkig heeft het bezoek van Ronnie volgens sommige leerlingen wel degelijk zin gehad. Ik vind het heel belangrijk, want ik ben vroeger ook heel vaak gepest. En ook vorig jaar een beetje toen ik in een rolstoel zat dus. En ik vind het heel belangrijk dat er wel aardig aan besteed wordt. En dit was Rijnmond Nieuws. Meer nieuws kunt u uiteraard vinden op onze website rijnmond.nl. Nog een prettige dag.